Hey allemaal, welkom bij een gloednieuwe video op de DDG-server. Dit is niet een enge aankondiging van ik ga het stoppen, maar het leek me wel handig voordat ik weer Minecraft-video's ga uploaden, die ik eigenlijk pal hierna ga opnemen. Dat ga je waarschijnlijk zien aan het geweldige shirt wat ik aan heb. Dat is een shirt van je denkt, David, nah, what the fuck, dat was in de jaren negentig cool. I know, maar deze heeft mijn zoon voor mij gemaakt, ja. Dat heeft hij zelf gemaakt, met allemaal verf. Dan heeft hij zitten kneden en doen, en zelf kleurtjes gekozen. En toen hebben we hem gedroogd, in de wasmachine gedaan, en tadaa. Papa David heeft zijn eigen t-shirt van zijn zoon. Dus ik ben heel trots erop, laat mij. Um, maar goed, anyway. Ik, uh, ik ga een aantal video's maken. Maar voordat ik dat ging doen, leek het mij misschien wel even handig om even één op één met jullie te spreken. Uh, want zoals je waarschijnlijk wel gemerkt hebt, heb ik echt al twee maanden niet geüpload. Ongeveer. Zoiets. So misschien een keer een videootje, maar heel erg weinig. Waarom is dat? Is Het niet omdat ik het niet meer leuk vind. Het is niet omdat ik er eigenlijk helemaal geen tijd voor heb. Het is simpelweg omdat ik een bepaald aantal keuzes heb gemaakt. Natuurlijk heb ik dat twee, drie jaar geleden al gedaan. Toen ik heb gezegd, ik ben eigenlijk praktisch gestopt met YouTube. Is uh, uh, zijn YouTube-video's maken, ook over de server, ook op mijn hoofdkanaal Kingdom. Allemaal extra, schoon. Of ik, als ik er zin in heb, dan doe ik het. Waarom ben ik nou nu toch begonnen? Omdat heel erg veel mensen erom vragen. Om gewoon de toffe, vette dingen die wij op de server gaan doen. Uh, lobby, die waarschijnlijk, nou misschien op het moment dat je dit kijkt, dat het al live staat. Een beetje afhankelijk, als je hem op de dag één kijkt, niet waarschijnlijk. Uh, we hebben PlanetCraft, we hebben Mytopia, we hebben nu OneBlock, we hebben zo ontiegelijk veel vette dingen. Um, dat mensen gewoon willen dat ik daar video's over maak. Want sommige mensen wisten bijvoorbeeld helemaal niet wat de nieuwste update in PlanetCraft is. Sommige mensen hebben zoiets van: lobby, gaat het dan nu echt gebeuren? Of die hebben zoiets van: crypto in Mytopia, really? Is dat er? Wist ik niet. Klopt, mijn fout, sorry. Meestal maak ik daar video's over. En dat gaat gebeuren. Maar het is misschien dus even handig om, om aan te geven dat het niet een bewuste keuze is geweest. Ik heb het gewoon ook wel wat drukker gehad in mijn leven. Uh, kleine uitleg daarvan. Uh, Sander is weg. Nee, Sander is niet te schuldigen. Uh, voor de mensen die niet weten wie Sander is, dat is, uh, was een admin bij ons die is weg. Waardoor ik dagelijks de afgelopen maand anderhalf heel veel meer extra dagelijkse taken op de server op me heb gekregen. Maar dat zal het niet zijn, want dan nog is een, als ik een uurtje per dag opnemen, dan heb ik één à twee video's. Dus dat, 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 en dat uurtje, dat moet ik wel hebben, zeg maar. Dat, dat is het probleem niet. Het is ook wel deels mijn eigen leven de afgelopen tijd. Wat nu hopelijk een stukje beter gaat. Um, nou ja, er is, er is veel gebeurd. Er is een familielid bij ons die gelukkig geen corona, die iets aan de hart heeft gehad. In het ziekenhuis gelegen. Dus dat heeft mij heel erg aangetrokken. En aangetrokken, aangesproken heb ik me voor. Bang voor gemaakt, I guess. Er is heel veel tijd in gezeten ook. Zijn we heel veel heen moeten gaan met de hele fam. Nou, dan weet je wel hoe het gaat. En um, misschien ook niet heel erg onbelangrijk. Ongeveer twee maandjes geleden is Jaden, mijn zoontje, die is naar een nieuwe school gegaan. Ik heb het wel eens op, op Instagram, op Twitter gezet. Uh, maar hij heeft natuurlijk uh, autisme. Dat zal nooit weggaan, natuurlijk. Maar dat zorgde er wel voor dat hij uh, op een kinderdagcentrum uh, uh, zat. Dat was eigenlijk een, een soort van. Nou ja, om op twee, drie jaar leeftijd alvast in de flow te komen van wat een school is. En ze leren een paar kleine dingetjes, maar niks zoals schrijven, dat soort dingen. Niks zoals rekenen, allemaal niet. Um, nou, daar had hij misschien wel tot zijn 18e kunnen zitten. Wat niet erg was geweest, want ik zou natuurlijk net zoveel van die jongen houden. Uh, alleen hij is twee, drie maanden geleden is hij naar een nieuwe school gegaan, um, naar het speciaal onderwijs. Dus eigenlijk een soort van ja, normale basisschool, maar dan waar rekeningschap gehouden wordt met dat. Kinderen net even wat anders zijn, wat specialer, zeggen we altijd. Want hij is niet anders, hij is niet, dat, dat klinkt zo negatief. Um, dat heeft bij mij en bij Revee uh, er wel even in gekikt. Want uh, wij vonden het denk ik, nog spannender als hij. hij was, na twee, drie weken was hij helemaal gewend en yes, nieuwe school. Maar voor ons begint natuurlijk, nu dat Jonky wat ouder begint te worden, zijn ontwikkeling heel belangrijk te worden. Dat, dat kan zijn van uh, wat als hij straks. 18 of 20 is of zo... en, en hij is, is niet klaar om in de maatschappij... een baantje te gaan zoeken, zeg maar. Uh, zou ik hem dan rond die leeftijd al... Uh, op begeleid wonen willen zetten? Nee, waarschijnlijk zal hij dan... als hij dat nooit zou kunnen... zal hij misschien altijd bij ons blijven. Dat betekent dat wij nu als een gek zijn gaan sparen. Daar zijn we natuurlijk een paar jaar geleden al mee begonnen... met het, uh, het Jaden-renkje... wat we elk jaar op zijn verjaardag doen. Dus heel veel liefde en heel veel bedankt daarvoor natuurlijk. Um, sowieso doen we dat... van, van uh, de bedrijven die ik heb, waaronder... ...waardoor je waarschijnlijk dit kijkt... ...ook de, de, de Minecraft-server. Uh, dat is een van die dingen. En uh, daar proberen we ook lekker van te gaan sparen. Maar het is ook... ...wij zijn constant bezig met... ...is hij wel gelukkig? Het is hij heel. Hij is echt een blij ei, jongen. Maar is dit het potentie wat hij kan hebben... ...zonder hem te veel te gaan pushen... ...waardoor hij weer doodongelukkig gaat worden? Hij heeft de afgelopen twee maanden... ...best wel veel erin gevreten. Wij merken nu dat hij echt goed zijn best doet op school. Hij begint in één keer te luisteren naar mensen... Um, hij begint zich heel duidelijk te maken met wat hij wil. Non-verbaal, met wijzen en met, met geluidjes. En pak je hand en weet ik wat, probeer je om te kopen met kusjes. Dat is super schattig, maar het is een vorm van communicatie. Dus dat komt er wel. Kijken met waar hij twee jaar geleden was, dat, dat hij echt helemaal in zijn eigen wereldje zat. Dus ik denk ook dat dit misschien wel het moment is. Nou, dit best wel goed gaat op zijn school. Nou, Sander langzaam hand vervangen is. Uh, dat het tijd is dat ik weer eens wat video's ga maken. En ja, je kan zeggen, oh David, je hebt alles weer in één dag gepropt. Want, nogmaals, je gaat dit shirt waarschijnlijk veel zien in de komende video's. Uh, maandag en dinsdag heb ik een uh, ja, soort van vrij gekregen van, uh, van al mijn andere dingen die ik doe. Van uh, gameontwikkeling, server, noem maar op. Uh, om ook echt eventjes aan de slag te kunnen gaan. Dus misschien komen er vet veel video's en ga je de komende twee weken mij nog in hetzelfde shirt zien. Maakt niet uit, want dan is het is echt zo'n lange lijst. Daarover gesproken. Uh, ik ga natuurlijk beginnen met Mytopia. Daar loop ik echt heel erg op achter. Er zijn zoveel updates geweest. Um, en ik zal kijken of ik nog andere dingen kan opnemen, zoals onder andere planetkraft, uh, maar ook OneBlock en misschien wel de goed nieuwe lobbyast die er is. Ik wil hier alleen op het hart drukken. Um, en dat is altijd een soort van. Dat heeft een beetje in de hoofden van spelers gezeten dat als David het niet opneemt, dan vindt hij de game niet leuk. Of dan, ja, dan hoeven wij het niet te spelen, want dan is het niet vernieuwd. Dat is wel zo, jongens. Ik, ik moet niet langer de leidraad zijn, denk ik, met wat nieuw is en waar jij zou moeten spelen. Die hele server, je moet je voorstellen dat daar honderd vrijwilligers op zitten. Er zitten twaalf betaalde mensen op die daar dagelijks mee bezig zijn. Althans, dat hoop ik wel. <laughs> um, altijd leuk, mensen die op afstand wonen, werken en dergelijke. Um, maar hou er rekening mee dat overal liefde en aandacht ingestoken is. Dus als ik... Geen, nooit OneBlock upload. Het zou maar zo kunnen. Als de opvolger van SkyBlock valt het duidelijkheid. Betekent dat niet dat je niet een kijkje zou hoeven nemen? Hou gewoon lekker onze social media in de gaten en, uh, en check wat er nieuw is. En check hoe het is. Werk nu namelijk heel erg veel, ondanks dat ik het zo druk heb, van dag tot dag. Ik ben elke dag ben ik wel een uur bezig op Teamspeak. Of dat nou met overleggers, met stafleden. of een, een uitleg naar spelers toe. En ik denk dat dit misschien nog wel een makkelijkere manier is om dingen uitgebreid te kunnen kijken. Ook wanneer jullie er aan toe komen. Like. Onze Teamspeak-momenten, waarbij we crypto-updates gaan uitleggen, relic-veiling, is eigenlijk altijd um, rond een uurtje of acht. Hetzelfde met plantkracht. Hé, hey, we hebben een nieuwe update. Ja, maar dat, dan moet je om acht uur op Teamspeak zitten, of Discord lezen, of een forum. Wie doet dat nog tegenwoordig? Deze video's zijn er eigenlijk misschien wel heel handig voor. En ik hoop ook dat jullie het heel leuk vinden. Ik hoop dat jullie wat aan hebben. Um, en het kan zomaar zijn. En daar zal ik niet altijd heel transparant over zijn. van... Hey, jongens, het gaat nu zo goed met mij, of gaat het nou heel kut. Dus. Uh, het kan zomaar zijn dat ik misschien weer twee weken weg ben met video's. Maar dan heb je nu wel een heleboel bij kunnen leren van wat er gebeurd is. En misschien is dit ook op het perfecte moment dat ik je toch even spreek. Drie, vier jaar geleden, toen mindtopia video's honderdduizend keer bekeken worden. Nou, dat hoeft niet meer. Na vijf jaar tijd is dat ook wel een beetje veel gevraagd. Um, toen hadden we op de hele server 700-800 man online. We hebben nu 400-500 man online. En in plaats van dat je dan, dus dan zou je moeten zeggen dat in plaats van 100.000 keer video's 50.000, 60.000 keer bekeken worden, is niet zo. Betekent dus dat de mensen die deze video's kijken, die deze video kijkt, hoogstwaarschijnlijk of gewoon heel geïnteresseerd is omdat ze mij zagen in een niet-game setting, of het zijn mensen die op de DDG server zitten. Dus het publiek is heel erg gefocust geworden. Ik denk dat meer dan de helft van alle mensen die dit kijken. Die loggen vandaag of ergens deze maand in op de server. Vind ik fijn. En ja, het zou heel leuk zijn als het meer bekeken wordt. Maar het is ook een beetje een ego-kwestie. Waarbij ik denk: zouden wij meer spelers krijgen? Letterlijk, ik ben een bedrijf. Zou ik meer inkomsten kunnen werven. als deze video 20.000, 30 30.000 keer bekeken wordt? Blijkbaar niet. Want anders was ik miljonair geweest. toen ik video's zo'n 100.000 keer bekeken had. En hadden we 10.000 spelers. Dat hebben we natuurlijk nooit gehad. Het is dus altijd rond de 1000, is een beetje de max. En dan zit ik op 1200 voor een paar dagen. En dan zakt hij weer wat naar beneden. Want dan is de update er weer uit. En wat ik er een beetje mee wil zeggen, is I love you guys. Uh, ik vind het super tof dat jullie dit blijven kijken. Um, ik zal ook weer met webcam opnemen, dat heb ik de laatste tijden ook niet gedaan. Uh, komt er gewoon, don't worry. En uh, ik hoop dat jullie lekker blijven liken. Vooral reacties geven als ik iets vraag in een video: onderschat dat niet. Um, dan wordt dat gelezen, of door mij of door Melissa. En de komende video's ga ik daarom ook om jullie een beetje te testen. Gaan we eens even kijken hoe vaak het bekeken wordt, hoe vaak het geliked wordt. En misschien nog wel belangrijker, uh, of jullie iets achterlaten in de reacties. Dat werkt natuurlijk goed voor zoekresultaten en dat soort dingen. Um, maar het is ook wel voor een giveaway. <laughs> ik, uh, ik wil eigenlijk de komende video's die ik voor mijn doopje, althans, maak, voor de lobby en Planetcraft is het iets een ander verhaal. Um, uh, wil ik elke keer iets weggeven. Dat kan 20k zijn, dat kan 20k shards zijn, dat kan een goldcoin zijn, dat kan een auto zijn. Maakt niet uit. Dat wil ik heel graag weggeven. Het enige wat je hoeft te doen is even te liken en te reageren. Laten we dat eens even gaan proberen. De komende, ik weet niet, tien video's. Want uh, ja, we hebben een nieuwe PR, Melissa. En die vindt het heel leuk om comments door te zoeken en winnaars uit te kiezen. Niet Melissa proberen om te kopen. Daar is ze heel gevoelig voor. Ik hoop een beetje jullie geïnformeerd te hebben wat, uh, wat er in mijn leven is gebeurd de afgelopen paar maanden. Waarom ik wat minder mee gaan uploaden. En dat jullie ook snappen dat ik het uh, nu weer rustig ga proberen. Zonder beloftes dat heb ik natuurlijk altijd gezegd dat doe ik niet. Uh, want uh, ja, dan voelde ik me net Enzo Knol. Die elke dag moet, 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 moet. Je zou maar 40 graden koorts hebben. Het moeten uploaden. Oh. Ah, het is net alsof het een baan is, hè, jongens. Is het natuurlijk ook. Ik uh, wil jullie heel erg bedanken. Vergeet deze video natuurlijk ook niet even te liken. Uh, Abonneer op uh, de DDG-server. Dat is dit kanaal waarop je kijkt. Uh, ja, hier, hier droppen we van alles en nog wat. Wanneer we eraan toekomen, voornamelijk. <laughs> uh, komen hele, hele vette, leuke dingen aan, jongens. Uh, liefde naar jullie. Ik zie jullie graag op de server Ending Game. En uh, heel graag tot de volgende keer. Later.